put a little bit of shin, put a little bit of shin, put a, yeah. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Yo mensen, top ik uit deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA 1939. Met vandaag weer de nieuwe EK-video. Het toernooi, het EK. We zijn tot de halve finale gekomen. En ik weet het, het is niet tegen een Europees land. Het is tegen Brazilië. Maar mochten we doorgaan na de finale, dan treffen we sowieso een Europees land. Want het is of Spanje, een oude bekende van ons. Of Frankrijk, ook een oude bekende. Dus sowieso treffen we een Europees land. En in de finale, mochten we doorgaan, moeten we wel winnen van Brazilië. En ja, Brazilië kennen we natuurlijk van eerder van het WK 2010. Toen wonnen we 2-1. Mooie doelpunt van Wesley Sneijder. Het was toen, ja, we hadden toen helemaal, we dachten van, we gaan niet door, weet je wel. Ik vind het trouwens ook super mooi dat Robben weer gewoon is begonnen. Ik weet niet of ik het al eerder gezegd heb, volgens mij wel. Volgens mij had Gudi het er nog over in zijn Raad de Feyenoorden van zondag. Maar ik vind het echt super mooi dat Robben terug is op het Nederlands veld. Wel bij FC Groningen. Ik ga nu ook al kijken hoe... Ik ga Rob ook een beetje in de gaten houden. Hij gaat spelen in Nederland. Hij is natuurlijk de man van glas, hè, had al vaker werd gezegd. Maar goed, ik dwaal af. Tegen Brazilië toen 2-1 gewonnen. En daarna nog het WK 2014 wonnen we met 3-0. Voor mij wel, hè. 3-0 van Brazilië. Onder Louis van Gaal. En dit is onze opstelling onder Ronald Koeman. En we gaan kijken wat we kunnen doen. Kunnen we door naar de finale van het EK? Kan Nederland dan eigenlijk na zo'n lange tijd weer een WK-finale of een EK-finale winnen? EK 1988 was het laatste prijs voor het Nederlands elftal. Laten we hopen dat het kan. Brazilië in ieder geval met de balbezit. Van de Beek onderschept. Bal nog steeds voor Brazilië. Een paar kleine aanpassingen. Vergeleken met de wedstrijd hiervoor. Tegen Mexico. Bergwijn. Dumfries. Van de Beek. Wijnaldum, een van die verrassingen. Weer terug op het veld. Frenkie de Jong, Jorginho Wijnaldum. Van de Beek niet bereikt. Wel ook dus buiten spel. Dus de bal is voor de Brazilianen. 33 minuten hier. Bergwijn komt eruit. Bergwijn, eerste kans voor het Nederlands elftal. Binnen 24 minuten, 25 minuten. Steven Bergwijn. Bergwijn, voorgeven nu. Kan ook zelf. Hij geeft hem voor. Van de Beek, vanaf staat nu. Van de Beek moet schieten. En dat doet hij ook maar. De redding van Castro. De redding van Castro. Corner door de Jong genomen. Promes. Goede voorzet. Matthijs de Ligt nu. Nee, Dumfries in handen van Castro. Bijna een half uur gespeeld. Nog steeds de 0-0 stand hier tussen Brazilië en Nederland zelf al. En Neymar krijgt hij de bal. Hier. Nee, ja. Toch nog voor Brazilië. De Hoera. En de Brazilianen nu weer hebben balbezit. Dano. Onderschept door Bergwijn. Wel de ingooi voor Brazilië. Neymar. Onderschept hier weer door Promes. Goed, Promes. Frenkie de Jong. Promes. Kans nu voor Oranje. Wijnaldum. Steven Bergwijn. En die zit er in 1-0 voor het Nederlands elftal. Steven Bergwijn. En Nederland staat voor. Promes. Die is al bijna voorbij. En de 1-0 stand dus voor het Nederlands elftal. Steven Bergwijn. Parala. De Ligt onderschept weer. De Ligt. Bergwijn. Onderschept weer door het Nederlands elftal. Of door Brazilië, sorry. De Ligt. Frenkie de Jong. Wijnaldum, aanval nu weer voor Brazilië. Moeten we uitkijken, moeten we verdedigen. Douda. Dano, weer onderschept. Overtreding van Steven Bergwijn. Ook, nou, geen kaart, wel de waarschuwing voor Bergwijn. Maar de vrije tap wel dus voor Brazilië. Hier stelt er zo bijna op zit. 1-0 voorsprong voor het Nederlands elftal. Deze bal gaat er nog bijna in ook voor Brazilië. Maar gelukkig niet. En het is nog steeds de 0-0. Of de 0-0, de 1-0 stand. Futje van Dijk. Goeie paas hier op Promes. Promes, kans nu. Promes voor de 2-0. Kan in de extra tijd van de eerste helft. Quincy Promes, goede voorzet. Kans en doelpunt. 2-0 voor het Nederlands elftal. Het is Donjal Malen. Ook hij mocht deze wedstrijd starten. En hij maakt de 2-0 van voor Oranje. Nederland staat voor met 2-0. Doelpunt Donjal Malen. Paasgeven van Quincy Promes. En dan gaan we dus in de rust in met een 2-1 voorsprong. Dat is lekker. Dat is lekker. Zeker als je nog een finale hebt. Tegen of Spanje
of Frankrijk. Ik hoop eerlijk gezegd Spanje. Maar goed, je hebt het niet voor het uitzoeken. Je hebt het niet voor het uitkiezen. In ieder geval is deze wedstrijd de eerste helft in ieder geval gespeeld. We zitten ondertussen in de 50ste minuut, waar dus de 2-0 voorsprong is voor het Nederlands elftal. Blind. Malen. Goed. Wijnaldum. Schot geblokt. Nog een keer Wijnaldum. Nee, tot Frenk. Het wordt Van de Beek. Maar de bal is weer voor Brazilië. Helemaal onderschept nu door Dumfries. Goed. Dumfries, Bergwijn, goed. Wijnaldum, mooi. Van de Beek, mooi. Bergwijn, de bal naast. Wissel ook bij het Nederlands elftal. Bergwijn verlaat het veld. De Stroopman is te vervangen. Middenvelder komt plaats voor de voorhoede speler. Bergwijn naar de kant, de man van de 1-0. Promes, maakt de bal kwijt. De bal zit weer voor Brazilië. Nederland elftal moet nu gaan verdedigen. Lukt dat ook? Nee, want Brazilië komt eruit en er komt ook een doelpunt. Het is de 1-2, doelpunt Brazilië. En ze is de spanning weer een beetje terug, zou je kunnen zeggen. 62 minuten, Brazilië weer in het aanval. Maar het Nederlands elftal verdedigt goed. Van Dijk, Dumfries, nu snel de aanval, de counter voor het Nederlands elftal. Het kan. Frenkie de Jong, mooie paas. Quincy Promes, goed. Wijnaldum. En de bal in de handen van de doelman. Dit was dus weer de kans voor het Nederlands elftal nadat foutje achterin bij Brazilië. Voorin bij Brazilië. Deze bal ook weggehaald. Danny Blind. Quincy Promes. Promes. Goed. Wijnaldum. Jorginho. Wijnaldum. Promes. En prachtig binnengeschoten door Quincy Promes. En die mag er 3-1 van maken. Met nog 20 minuten op de klok. Gaat Nederland zich plaatsen voor de finale van het EK. Naar het finale van het EK. En het is nog mooi. Trouwens, even tussendoor. Mike Games heeft ook het EK zeg maar nagedaan. Maar dan met PES. Jullie weten van mij, ik ben niet zo PES gamer. Maar goed, willen jullie zijn video's nou ook zien van Mike Games? Maar dan met de originele... hun hebben PES op origineel Europa 2020 in hun game zitten. Dus, maar ja, ik heb wel PES, maar ik ben niet zo van de PES. Dus daarom. Maar goed, wil je het nou zien? Ik zet even een linkje in de beschrijving van zijn kanaal. En ook een van de video's, de laatste video die hij gemaakt heeft, was volgens mij Nederland-Denemarken. Die heeft hij gewonnen. De volgende wedstrijd moet hij tegen Polen. En ja, maar jullie kunnen dat zien als jullie dat willen. Moeten jullie even zijn kanaal natuurlijk abonneren om in de gaten te houden. Ik zou het linkje ook even in de beschrijving zetten. Hij heeft nu 107 abonnees. Ik zou zeggen, maak er gewoon voor hem van 120. Is dat te veel gevraagd? 115 dan? 115 even. Maar goed, hier weer toch wel een doelpunt. Een afstandsschot volgens mij. Want Donjo Malen zorgt ervoor dat het nog 4-1 wordt in de laatste minuten. En dan is het ook al zeker. Gaan we door naar het finale van het EK. Zaterdag dus de laatste aflevering. En de finale gaan jullie zo meteen zien tegen wie die is. Ik weet het al. Maar jullie gaan het zien. Ik ga het niet te veel steeds van tevoren te verklappen terwijl jullie het nog niet eens zien. Maar jullie, ik weet het al tegen wie die finale is. Het is tegen of Spanje of Frankrijk. En het is de finale Nederland tegen Frankrijk. Jullie gaan het ook nu zien. Jullie zullen even de spelletjes elkaar de handen schudden. Want we zijn natuurlijk tevreden dat we door zijn naar de finale van de EK. 1988 was de laatste keer dat we die EK-prijs wonnen. EK wonnen. Hier zien we trouwens, hier hebt Spanje met 2-2 gelijk gespeeld van Frankrijk. Gelijk gespeeld, maar... Frankrijk won met zelfschoppen van Spanje. Dus wij hebben de finale tegen Frankrijk. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat worden. Ben je nou ook benieuwd? Hou dan het kanaal in de gaten. En kijk zaterdag weer naar een nieuwe EK-video. En als je toch op mijn kanaal zit, kijk ook dan naar de andere creëermodes. De Bedvermaak-creëermode, de Dirk Kuyt-creëermode. Jullie kunnen het allemaal kijken op mijn kanaal. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op het duimpje als je hebt gedaan. En zeg zo tijd en zoals nu, later. Welcome to another crime scene.